Het is nog 2 weken tot de Vierdaagse begint en daarmee beginnen de eerste tekenen in Nijmegen zichtbaar te worden. Op kamp Hummensoord wordt al een aantal weken druk gebouwd. In het centrum werden al de traditionele lijnen met schoenen opgehangen. En daar kwamen maandag ook nog de vlaggenlijnen bij met de vlaggen van alle deelnemende landen. Op de website van RN7 is al het Vierdaagse nieuws handig bij elkaar te vinden. Ga naar rn7.nl/Vierdaagse en je blijft op de hoogte van alle nieuws rondom het wandelevenement en de Vierdaagse feesten.